Hier aan de bovenkant wil ik een vlak gaan modelleren waar het scrollwiel doorheen komt te steken. En dan begin ik met het aanmaken van een nieuw plane parallel aan het plane wheel. Even kijken, hij moet in ieder geval buiten de muis terechtkomen. 5 mm is prima. Dan begin ik een schets op dat plane. Als ik dan de ref wheel even zichtbaar maak, dan neem ik die ellips over. En die ellips die projecteer ik met als split line op dat oppervlak. En dan kan ik dat middenvlakje deleten. Dus hier is te zien dat het vlak, het middengedeelte, verdwenen is. Dan ga ik een paar guide curves tekenen. De eerste op het frontplane, dan neem ik die constructielijn over. Teken ik een 3-point arc aan de onderkant. Dan maak ik even de frontschets zichtbaar, want ik wil die schuine constructielijn ook overnemen. Daarmee kan ik mooi de hoogte van die arc bematen. 1/18 maakt die. Goed, en dan maak ik de ref wheel weer even zichtbaar. Want ik wil ook een plane haaks op dat andere plane wheel tekenen. Daar wil ik een tweede guide op gaan schetsen. Even kijken. Plane dat hide ik even, want anders zie ik niet wat ik aan het doen ben. Dan teken ik weer een 3-point arc op dat nieuwe vlak. En dan moet hij een pierce relatie krijgen met de contour. Beide kanten. En ik wil dat die even kijken waar die andere nou ligt. Slecht te zien. Naar dat punt wil ik een coincident relatie geven, ook met die arc. En dan kan ik er een filled surface in leggen. Als boundary kies ik die contour van dat gat. En ik zie die schetslijnen even niet, dus die selecteer ik uit de tree, die twee laatste schetsen, als guideline. Dan heeft hij een mooi gebogen vlak erin gelegd. Dan is in het midden van dat vlak te zien dat er een bol surface doorheen steekt. En dat, dat komt van de surface van de onderkant is dat. Dus dat is die offset van 2 mm, oftewel de wanddikte. En die steekt er aan de bovenkant nu uit. Dus ook dit vlak moet een offset van 2 mm naar onder krijgen. Even kijken, en hij staat, ja, hij staat al de goede richting op. Dus nu is dat vlak ook aan de binnenkant verschenen. Als ik die beide vlakken selecteer
vervolgens een mutual trim ga geven. Even kijken, keep selections. Ja, ik wil inderdaad dat middendeel bewaren en dat deel. Dus die trim ik op elkaar. Als ik dan een doorsnede view kijk, dan loopt nu dat binnensurface ook mooi parallel met het buitensurface. Dus die wanddikte van 2 mm die zit nou ook bij dat nieuwe surface wat ik heb gecreëerd, waar die scrollmuis, waar het scrollwiel straks erheen gaat komen. Dan ga ik nu het scrollwiel erin tekenen. Even kijken. Dat ga ik doen op dat haakse plane wat ik er net in gezet had. Daar begin ik een schets. Als ik dan de ref wheel zichtbaar maak en de ref front ook. Eens even kijken. Het wiel dat ga ik maken met een revolve. Dan neem ik eerst een paar lijnen over uit de referentieschetsen. Even kijken hoe dat precies zit. Het wiel geef ik een breedte van 6 mm. Moet natuurlijk de hoogte krijgen die ik al in de referentieschets heb aangegeven. En nu is die helemaal bepaald. Dus als ik die rotatieas selecteer, dan kan ik er een wiel van maken. En even kijken. Geeft nu aan dat hij een thin feature ervan maakt. Dat is niet de bedoeling. Even kijken, die zet ik uit. Kijken, ik ga eerst even van al die surfaces die ik gemaakt heb, voordat ik dat scrollwiel verder ga afmaken, ga ik eerst eens even een solid proberen te maken. Dus ik selecteer al die verschillende surfaces. En die knit ik aan elkaar en try to form a solid. Dus nu is het één grote solid geworden. En als ik dan terug ga naar die revolve en die kan ik vervolgens editen, dan moet ik wel de optie uitzetten merge result, want ik wil dat het twee losse bodies blijven. Goed, en dan hide ik even de dan hide ik even de behuizing. En ik hide ook even de referentieschetsen. Nu ga ik een surface offset maken van het wieltje. Op
een half millimeter afstand. Dus ik selecteer de drie surfaces van het wiel. Nou, hij geeft al met de preview aan dat de surface offset naar buiten is. Dus dat is verder prima. Even kijken waar die surface te zien is. Ja, daar is die. En dan kan ik met het commando cut with surface kan ik die hele bovenbehuizing selecteren. En dan even kijken, dan zet ik die surface offset weer even uit. En dan is vervolgens te zien dat hij een gat in de behuizing heeft gesneden. Wat precies een halve millimeter van het scrollwiel af ligt. Dus het scrollwiel heeft nu een halve millimeter speling ten opzichte van de behuizing. Nu ga ik de vorm van de buttons in de bovenbehuizing tekenen. Ik ga eerst de revolve hiden, dus het scrollwiel. Dan zet ik de rev top aan. Dan begin ik een nieuwe schets op het topplane. Offset hebben, ik moet convert entity hebben. Dan zet ik ook even de solid body uit, zodat ik wat beter zie wat ik aan het doen ben. Nou, 70 mm in ieder geval. Oh, dat werkt niet. Dat is vreemd. Waarschijnlijk werkt die nu wel. Dus komt dat gewoon omdat hij die andere lijn mee moest nemen. Als ik hem eerst. Ja, nu doet hij het wel. Ga ik alsnog die lijn tekenen haaks daarop. En dan ga ik ze alsnog ook weer mergen en dan ben ik via een omweg is dat toch gelukt. Nou, die 70 mm die is in ieder geval breder dan de muis op dat punt. Dan wil ik dat die sleuf tussen de linker en de rechter knop, die moet net zo breed worden als de sleuf tussen de knop en de rest van de behuizing. Dus dat betekent dat dit lijnstuk en die constructielijn die ik nu teken, die moeten dezelfde lengte krijgen. Alleen dan moet het midpoint van dit lijnstuk moet wel op de symmetrieas liggen. Goed, en dan kan ik wat geometrie even kijken. Wat geometrie gaan spiegelen.
En dan kan ik die vorm die ik nu getekend heb met een extruded cut, door die muis heen laten snijden. En dan wil ik inderdaad alle delen bewaren. Nu heb ik de twee knoppen heb ik wel helemaal losgesneden van het achterhuis. En dat wil ik eigenlijk niet, want ik wil dat ze met een soort dun ribje aan het achterhuis vast blijven zitten, zodat ze verend opgehangen worden, maar dat het wel één paard blijft. Want dat is gezien de kostprijs is dat een stuk goedkoper, want dan heb je gewoon één kunststofpaard en dus ook één matrijs daarvoor nodig. Hoe ga ik dat doen? Ik begin een nieuwe schets op het topplein. En dan neem ik een paar lijnen weer over. Ribje, dat moet ongeveer 20 mm breed worden. Iets van 16 mm uit elkaar. Nou ga ik dat zo weer ertussen extruderen, maar ik wil wel zeker weten dat het één solid body wordt. Dus ik ga dat ribje nu met opzet zo meteen iets te breed maken. Even kijken, ik verander dit even in constructiegeometrie. Dan teken ik even een vierkant. Groter is dan dat, dan die constructielijnen die ik nu getekend heb. Nou, even iets meer inzoomen. Die maak ik collinear. Die maak ik ook collinear. Natuurlijk niet, het is een spline. Even kijken, dan bemaat ik hem tussen die twee punten. Goed. Nou, ik heb in ieder geval bereikt dat hij wel haaks op die spline blijft staan. En dat hij aan weerszijde gewoon wat extra body heeft. Als ik dan wat uitzoom, dan wil ik dat natuurlijk
zowel bij de linker als de rechter knop terugkomt. Dus deze vorm die ga ik weer spiegelen. Maak ik die drie behuizingsdelen weer even zichtbaar. Nu wil ik dat dat geëxtrudeerd wordt, eigenlijk van het binnensurface en dan niet helemaal tot de buitenkant, maar van die wanddikte van 2 wil ik dat die 1 mm omhoog geëxtrudeerd wordt. Even kijken, alleen dat binnensurface, dat heb ik niet meer. Was dit deze surface offset. Dus als ik even terug ga naar dat punt, dan ga ik van die surface offset weer een nieuwe surface offset maken op 0 mm. Ja, laat ik die ook maar even een naam geven. Zodat ik hem in ieder geval terug kan vinden in die grote tree. En als ik dan helemaal naar beneden ga, dan moet hij even rekenen. Maar dan kan ik die schets die ik zojuist gemaakt heb, die kan ik als als curve projecteren op. Even kijken, dan moet ik hem terugvinden in een tree, surface offset buttons, sketch onto face, ja dat zou moeten werken. Dat doet hij op een of andere manier niet, maar als ik nou een extruded bos ga doen en als ik dan een sketch plane die surface offset kies en dan blind 1 mm omhoog doe, merge result. Heeft hij er als het goed is weer 1 behuizingsdeel van gemaakt. En daar zijn nu, hier is goed te zien dat er ribjes in ontstaan zijn die de buttons verbinden met de achterbehuizing. Nou, dan kan ik die surface offset, die kan ik weer hiden. Dan kan ik bijna beginnen met het onderhuis. Ik ga alleen nog even een paar fillets erop zetten. Allereerst op de rand van dat surface van het scrollwiel. Die zet ik als eerste erop, want vervolgens ga ik een wat kleinere fillet op die tussenranden zetten, maar ik wil dat die fillet doorloopt ook in dat binnenoppervlak. Dus als ik deze fillet niet als eerste geplaatst had, dan was deze fillet gestopt bij die scherpe rand. Ook aan de andere kant moet die komen. Ziet er mooi uit. Zal die even over moeten denken.
Goed, en dan dat ribje wat ik aan de binnenkant getekend heb, dat heeft nu een hele scherpe hoek. Dus als je die knoppen vaak zou indrukken, dan is dat nou typisch een plek waar kunststof gaat uitscheuren. Dus daar moet zeker een fillet op komen. Even kijken, die was 0,8 mm breed, die gap. Dus als ik daar een fillet op zet van 0,3, dan zou dat net moeten passen. En dan is het bovenhuis helemaal klaar. Dus ga ik al die verschillende features ga ik even in een mapje zetten.